Goedemorgen, lieve mensen. Dit is Lumeria met het positieve bericht op dinsdag 14 maart. Yes, het is eindelijk 14 maart. Vanavond ga ik alles vertellen over de kracht van positief denken. Zo leuk na al die jaren weer te doen. Live met publiek, want ik heb het heel vaak via zo het schermpje gedaan. En wat is het leuk om met publiek dat te gaan doen. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Het is vandaag een 60-60-dag. De 60-cyclus begint en dat betekent dat wij in de zorg, samenleving en de maatschappij terechtkomen. En dit is best wel een hele pittige week wat betreft de astrologische samenhang van planeten en sterren. En we zitten dus ook in de numerologie, zitten wij in een 60-cyclus waarin zorg, samenleving, gezin, voeding heel belangrijk zijn. Dus we kunnen heel veel verwachten op dat gebied. Ook de banken horen daarbij. Vandaag is dus ook zo'n dag. Gezellig samen zijn, maar ook kijken wat heb jij nodig? Hoe kan jij in jouw zelfzorg voorzien? Nou, we gaan eens even kijken wat voor kaart we daarvoor trekken. Ik moet ze even schudden, zo voelt dat dan. Dus dan doen we dat. Spirit dat aangeeft, even schudden, dan doen we dat gewoon. Dan wil ik die kaart. Als ze straks wat ouder zijn, dan schudden ze makkelijker. De libellen. De waarheid overstijgt de illusie. Oh, wat zitten we daarop te wachten. Oh, dat zou zo fijn zijn. Kaart 33 ook nog. Christusbewustzijn. Op een 60-dag. Nou, ik ben benieuwd wat vandaag gaat brengen. Het was sowieso een geweldige dag. De libellen. Op deze kaart herinnert je aan de wijsheid en de waarheid die in het verborgene ligt, liggen. En die ten alle tijde beschikbaar zijn. Net als de prachtige verschijning van de libellen erom vraagt om gezien te worden met haar reflecterende vleugels en opvallende lijf, verschijnt deze kaart om je te vertellen dat er waarheid achter de illusie zit. Herken jij die inzichten die schijnbaar vanuit het niets komen, van achter de sluier vandaan? In het rijk van de spirit ligt veel meer wijsheid verborgen dan je met je zintuigen kan waarnemen. Daar weet je diep van binnen dat je niet alleen bent en dat van alles afgescheiden, maar dat er een hogere macht bestaat die jou ziet en die oneindig veel van je houdt. Angsten verdwijnen als je je beseft dat je wordt gedragen door de koesterende kracht die overal om je heen is. En die altijd met je communiceert. Wanneer je afgeleid bent, laat deze kaart je het licht zien en geeft je de volgende boodschap. Je bestaat in verbondenheid met alles om je heen. Dus ook met alles wat je bescherming biedt, wat wijsheid met je deelt. En je leidt op een uniek levenspad, zodat je kunt ervaren waar de ziel naar verlangt. De liefde bestaat in vele vormen en soms kijken we er overheen omdat we niet direct kunnen herkennen welke vorm. Schenk nu aandacht aan de tekens die je krijgt, want deze herinneren je eraan dat al onze meest geïnspireerde dromen naadloos verweven zijn in het netwerk van een onzichtbare wereld. Binnen de leegte leeft wel degelijk een sterk bewustzijn dat je kan leiden op je reis. Stel je open voor de waarheid. Laat de wijsheid uit de onzichtbare wereld je informeren en je inzichten geven in het denkend brein, die je denkend brein over het hoofd ziet. Het is nu geen libellentijd, maar als je een libelle straks in de lente en de zomer tegenkomt, betekent dat ook dat je in een transformatieproces zit. Ik zag vanmorgen een hele mooie citroenvlinder. Ja, dat betekent natuurlijk ook dat je boodschappen van de andere kant krijgt. Dus deze vlinders en libelles, die geven zulke fijne, mooie, subtiele boodschappen. En die laten jou altijd weten dat je nooit alleen bent, dat je altijd samen met jouw spirit bent. Ik wens jullie een magische dag. Dag allemaal!